Zaterdag wordt wereldwijd de Home Movie Day gevierd. Een moment waarop de oude smalfilms van zolder kunnen worden gehaald en aan een zo breed mogelijk publiek getoond worden. Op GPTV is het eigenlijk elke zaterdag Home Movie Day, dankzij het prachtige programma Weromblik, dat Sietse en Jildau de Vries van Hart & Mem Video wekelijk samenstellen van oude films over Friesland. Welkom bij Weromblik. Sietse is zo'n beetje de aartsvader van de home video. Zelf een verwoed verzamelaar. Ongetwijfeld met de grootste verzameling home video's, maar ook met veel professionele opnames uit een recent en verder verleden. Is dat nou een afwijking om filmpjes te verzamelen? Ja, ik vermoed het wel. Ja, dat moet het wel wezen. Ja. Hoe is het gekomen? Ik was destijds operateur bij het filmhuis hier in Leeuwarden toen het Fries Filmarchief oprichten werd. En dus zodoende was ik daar ook annex aan. En daar kwam oud filmmateriaal kwam daar binnen. En ja, ik vond dat onmiddellijk waanzinnig interessant. Twee redenen. Ik heb iets met geschiedenis, dat vind ik sowieso interessant. Maar er is ook iets van herkenning. Ik ben van 64 en de jaren 70 staat mij nog heel helder voor geest. En als dat beeldmateriaal van binnen krijgt, dan is dat ontzettend leuk om dan een soort van in het collectieve geheugen te graven. En zeggen van ja, hier, dat behang, dat is herkenbaar. Of die zijn bankstel, dat stond ook bij de krapo van Opel. Ja, precies. Ja, 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 ja. Wat voor gekke dingen ben je allemaal tegengekomen? Een heleboel. Het merendeel van de filmpjes komen van een zolder en komt meestal weer voor het daglicht wanneer opa overleden is en zo. En men weet meestal niet wat er dan met gebeuren moet. En dan komen ze bij ons. Nou, we hebben een heleboel leuke anekdotes, maar misschien de leukste die ik zelf wel vind, die heb ik zelf niet metmaakt. Die heb mijn vrouw metmaakt, Jildau. Die haalde op een bepaald moment haalde die films op bij een meneer. En die meneer, daar hadden we een afspraak met gemaakt. Hij zei het van, ja, maar mijn vrouw is net overleden. Maar het kan wel even. Dus Jildau is daarheen gegaan, want wij halen altijd films op. En na even praten te hebben, deed de man de schuifdeur naar de achterkamer open, waar een kist stond waar de vrouw nog lag. Die was inderdaad net overleden, maar lag nog opbaard in de achterkamer. En dan moesten de films ook wegkomen. Dus Jildau had mij samen met die man om de kist heen de films staan u te zoeken. Je komt eens wat tegen zonder weg. Ja. Dorpsfilms, dat was vroeger het gegeven waar alles om draaide. Ja, dorps. Er was toch een of andere man die langs alle dorpen ging? Ja, er was de heer Adolfs uit Enschede. Die het een enorme hoeveelheid dorpsfilms maakt in Nederland. Ongeveer 1500 in Nederland en ongeveer 150 in Friesland. En het curieuze van die films was dat ze allemaal op dezelfde manier gemaakt waren. Dus inclusief het grapje, dat was ook altijd hetzelfde. Omgekeerd bokje springen op het schoolplein. En dat zorgde in elke dorpshuis in Nederland weer voor een gulle lach. Nou is het dus Home Video Day. Ja. Zaterdag. Is dat iets wat nog leeft onder mensen? Kom jij nog nieuwe films tegen? Ja, de wereld. Ja, het is dat leeft zeker nog. Wat ik wel merk vaak bij mensen is dat ze denken van ja, dat filmpje wat ik van opa heb, dat zal wel niet zo heel erg veel voorstellen. Dat is maar een beetje kerst wat hij filmt en is maar een beetje Sinterklaas en de vakantie. En juist die hele kleine dingetjes, die zijn heel erg interessant. Om twee redenen. Eén, we vinden het allemaal hier in Friesland leuk om daarna te kijken. Maar in de toekomst kunnen we daar ook gewoon als studioobject, wat voor kleding had je aan? Wat voor auto's? Wat was het normale, menselijke, normale leven hier in Friesland in die jaren? En dat staat op film. Nou hebben we elke week weer Weromblik. Dat is toch eigenlijk een beetje elke week home video day? Ja, dat is eigenlijk precies hetzelfde eigenlijk. Hè? Ja, dat. Dus. Jij, hoeveel voorraad heb je nog? Hoeveel jaar kun je hiermee doorgaan? Hoe lang wil je mij nog hebben?
Ziet u, hoe is het ook zo gekomen?